tutorial. Hi, ik ben Monique van Beats & Basics. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw tutorial. Vandaag ga ik laten zien hoe je een geluksboeddha-ketting kunt maken. Nou, dit zijn de geluksboeddha's die we gaan maken. Echt super leuk om aan een kettingje te hangen. Of een sluitingje als bedel of aan een sleutelhanger. Ik zal even laten zien wat je allemaal nodig hebt. Ja, je hebt natuurlijk een boeddha-kraal nodig. Spacer beads. 4 mm jumpringen. Een splittering. Een nietstift. 6 mm parels of glaskralen. En voor de ketting gebruik je een stukje ballchain met ballchainkapjes. Verder nog een bedeltje. Dus je kunt de sterretjesbedels of de yin-yang of een van de andere bedels uit de shop kiezen. En een karabijnsluiting. En verder heb je een schaar en een tangetje nodig. Nou, deze gaan we nu maken. Dus je begint met de nietstift. Je begint met aan de onderkant het platte kopje af te knippen. En dan maak je hier een oogje aan. Dus je doet het uiteinde van een nietstift tussen je tangetje. En dan vouw je hem om. Je doet hem een klein stukje terug, zodat het mooier een rondje wordt. En dan vouw je hem dicht. Zorg dat het goed is aangesloten. En dan heb je aan de onderkant heb je een oogje. Nou, dan rijgen we eerst een spacer bead. Dan de parel, dan de boeddha-kraal en dan nog een spacer bead. Nou, dan moet je even kijken. Dit is ongeveer een centimeter. Je kan hem nog net ietsjes meer afknippen. Dat hij iets minder dan een centimeter is. En dan weer het uiteinde van een nietstift doe je tussen je tangetje. En je draait het er weer omheen om een oogje te maken. Nou, dit is in het begin misschien even een beetje oefenen om te zorgen dat de oogjes mooi worden en dat het netjes aansluit. Maar je kan het altijd later met het tangetje nog een beetje bij vormen. Dus nu hebben we de bedel. Nu gaan we nog een sterretje eraan hangen. Dus dan pak je een 4 mm jumpring tussen je tangetje. En jumpringen maak je altijd zo open, dus niet zo, want dan gaat de vorm eruit. Maar je doet het als het ware van elkaar af. Bedeltje. En die hangen we aan de onderkant van de boeddha. Ringetje maak je weer dicht met je tang. En nu heb je je boeddha bedel gemaakt. Nou, je kunt er heel veel verschillende dingen kun je ermee doen. Als je het nou leuk vindt om hem als een bedeltje te gebruiken, dan kun je er een karabijnsluiting aan maken. Dus daarvoor pak je weer een 4 mm jumpring. Die maak je weer op dezelfde manier open. Je hebt het oogje van de karabijnsluiting. En die doe je aan de bovenkant van je boeddha bedel. Nou, zo heb je echt je geluksboeddha-bedel met een sluitingje eraan. Dus je kan hem zo aan een kaartje hangen of aan een cadeautje. Leuk met een cadeauverpakking of aan een organza zakje. Dus dit is echt al super leuk. Ook heel leuk als cadeautje. Nou, als je het nou leuk vindt om er een kettingje van te maken, dat kan natuurlijk ook. Dan haal ik even het sluitingje eraf. Gebruik nog steeds die 4 mm jumpring gebruik je. En dan gaan we een kettingje maken van ballchain. Het is heel mooi, fijn, dun, zilverkleurig kettingje. Dus dat vind ik er zelf echt heel leuk bij staan. Ongeveer zo lang. Ballchain kun je gewoon met een normale schaar kun je dat knippen. Knip gewoon tussen twee bolletjes. En het ballchain werk je af met speciale ballchain eindkapjes. Want hier zit verder niet een oogje of zo aan. Dus om het verder te kunnen verwerken in je sieraden moet je hier eerst een eindkapje aanmaken. Nou, het zijn hele kleine onderdeeltjes, dus het is best wel priegelig. Wat ik meestal doe, ze zijn open. Doe ik tussen het tangetje. En je ziet al, kijk of ik het zo beter kan zien,
Aan deze kant zit een oogje. En aan deze kant, dat is echt de plek waar je het ballchain in kan doen. Tussen je tangetje. En dan pak je het laatste balletje van je ballchainketting. En die doe je in het eindkapje. En dan knijp je hem dicht. En dan is het belangrijk om goed op te letten dat die kapjes netjes tegen elkaar aan zitten. Zodat oogjes echt bovenop elkaar zitten. Anders heb je niet genoeg ruimte meer voor je jumpring. Dus zorg dat het netjes over elkaar heen zit. Nou, doen we hetzelfde aan de andere kant. Zet het eindkapje weer tussen je tangetje. Knijp het niet nu al dicht, want dan heb je geen ruimte meer voor je ballchain. Maar het is gewoon puur om het vast te houden. Nou, het laatste bolletje van je ballchain erin en dan knijp je hem weer dicht. En nu heb je aan beide uiteinden heb je een oogje en dan kun je er een sluiting aan maken. Nou, voor de sluiting gebruik je een splitring. Dat is een dubbele ring. En die gebruik je meestal als sluiting, omdat die goed dicht blijft zitten. En een karabijnsluiting. En die ga je vastmaken met twee jumpringen. Dus 4 mm jumpringen. Maak je een stukje open. Doe je door het oogje van je ballchain eindkap. En aan de ene kant maak je een splitring. En aan de andere kant maak je een karabijnsluiting. Nou, dit is gewoon een basic ballchain kettingje dat je nu gemaakt hebt. Kun je allemaal leuke bedels kun je daar aanhangen. En wij gaan nu de Boeddha daar aanhangen. Dus je pakt weer een 4 mm jumpring. Maak je open met je tangetje. Doe je door het oogje van de nietstift. En die kun je zo aan het ballchain haken. Ringetje maak je weer dicht. En dan heb je een superleuk kettingje met een geluksboeddha eraan. Nou, we hebben de ketting ook nog in het roze gemaakt met een yin-yang bedel eronder. Ook echt superleuk. Nou, met de boeddha's kun je ook hele leuke hangers maken met een karabijnsluitingje eraan. We hebben de boeddha's in heel veel verschillende kleuren. Je hebt hier in blauw, zwart en zilver. Maar we hebben ze ook nog in een hele mooie fuchsia roze. En we hebben ook nog hele leuke nieuwe kleuren boeddha's in de shop toegevoegd. Dus die kan je ook nog vinden. Gewoon als je kijkt onder het kopje nieuw, dan zie je alle nieuwe kleurtjes ook nog staan waar je mee aan de slag kan. Hier heb ik de Boeddha hanger aan een organza zakje gemaakt. Dus ik heb gewoon de karabijnsluiting aan het lusje vastgemaakt. Echt een hele leuke manier om je cadeautjes zo te versieren. En kan natuurlijk aan een organza zakje, maar ook gewoon een cadeautje wat je met cadeaupapier hebt ingepakt en daarom het lusje een Boeddha sleutelhanger maken. Het is echt een hele leuke manier om je cadeautjes zo op te pimpen. Of leuk om te gebruiken als tractaties. Dus je hebt weer super veel mogelijkheden. Nou, hier hebben we een roze en een zwarte sleutelhanger gemaakt. Het is natuurlijk leuk om gewoon als sleutelhanger aan je sleutelbos te doen. Maar ook heel leuk om aan een tas te hangen. Als je nou wil weten hoe je deze sleutelhangers moet maken, daar hebben we ook nog een hele handige stap-voor-stap tutorial van gemaakt. Dus dan kun je precies zien hoe het werkt met al het zweden afwerken en de verschillende onderdelen als je deze variant wilt maken. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Alle onderdelen om ze zelf te maken kun je in de webshop kopen. Als je hier op de foto klikt, dan kom je direct op de juiste pagina om alle materialen te shoppen. Vergeet niet op ons kanaal te abonneren voor nog meer sieraden tutorials en hoop ik tot de volgende keer. Doei doei!